en van harte goedemiddag, welkom bij deze live uitzending vanuit het centrum van CLO. Syndicaat voor Onderwijsgevende in Suriname. Ze organiseren dus dan samen met, geloof ik, Wisa Stree, een congres. En dat is hier in het CLO-gebouw. Leerkrachten zijn naar hier gekomen en ze discussiëren over een onderwerp. In hoeverre heeft het doorstroombeleid van het MINOF geleid tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs? Ze zijn al de hele dag bezig. Ze gaan tot 1 uur, dus later sluiten ze dus dan af. Maar we zijn hier om een kijkje te nemen hoe dat er naartoe gaat. En hier heb je dus dan de leerkrachten die dus dan bezig zijn met hun congres. Later praten wij met mevrouw Hoogdorp uitgebreid over dit congres. En ze gaat ons een beetje vertellen wat het allemaal inhoudt en tot welke conclusies ze zijn gekomen nadat ze gesproken hebben over het doorstromen. Natuurlijk heeft dat altijd de samenleving bezig gehouden, het doorstromen. En ik begrijp best wel dat ze dus dan een congres hierover houden. Maar goed, we gaan naar buiten. Mevrouw Hoogdorp die staat op ons te wachten. En we gaan met haar praten over het congres dat nu gaande is hier in het CLO-gebouw. Mevrouw Hoogdorp. Hi, goedemiddag. Meredith is de naam, hè? Jawel. Dank u wel voor de gelegenheid. Nou, ik zei in de samenleving ook, dit heeft Suriname toch wel een beetje bezig gehouden. Het onderwerp, of zeg maar het thema van jullie congres. Mm-hmm. Het doorstromen. En tot nu toe praat men erover. Mm-hmm. En jullie hebben een congres gehouden als syndicaat van onderwijsgevenden. Waarom? Vertel me nog een beetje. We hebben het gehouden. We hebben dit congres gehouden. Omdat er te veel ruis, te veel vraag, mm-hmm, te veel onduidelijkheid is ten aanzien van het doorstromen. Weet je, ouders weten zich soms geen raad. Anderen laten het gewoon voor wat het is. Mm-hmm. Kinderen hebben een houding als van, ik hoef niets te doen. Want ik ga toch gratis over. En dat is het tot nu toe echt geweest. Doorstromen kan een heel mooi ding zijn, zeg ik weer. Het kan heel goed zijn. Want dan is dat kind op zijn 11e in groep 8, want zo hoort het eigenlijk, dat moet het zijn. Maar het heeft ook geen zin dat er een kind van 11 jaar is in groep 8 en dat kind heeft een niveau van groep 4 of groep 5. Weet je, want dat kind is al die jaren overgegaan zonder eigenlijk bijgeschaafd. Overgegaan of doorgestoomd? Doorgestoomd. Ja. Laat me het precies zeggen. Ja, ik ben een oude juf, dus ik praat soms nog over overgaan. Maar doorgestroomd. Weet je, ze zijn doorgestroomd en ze zijn eigenlijk niet bijgeschaafd. Mm-hmm. Men heeft die hiaten niet opgevuld bij dat kind. Begrijpt u? Mm-hmm. Dus ja. Dat is zo'n beetje, dat waren zo'n beetje die pijnpunten. Zaken waarover we hebben nagedacht. En we dachten, we gaan dit brengen in een voorcongres, want het ministerie heeft een congres 6 en 7 oktober, ja, als ik me niet vergis. Okay. En ze hebben ons gevraagd te participeren, mm-hmm, maar ik zeg, we kunnen niet daar gaan staan met ons eigen meningen alleen. Oh, mooi. We willen de meningen van verschillende leerkrachten. Geweldig. En hoe ligt de zaak bij deze leerkrachten? Bij deze leerkrachten? Nou, het is allemaal kommer en kwel. Kommer en kwel. Ze hebben ook moeite ermee. Anderen weten zich geen raad. Er zijn geen handleidingen. Men sprak hoe noem je dat? Het zijn geen handouts, maar... Ja, het is meer een programmering dat ze kregen, maar je krijgt eigenlijk geen handleiding. Ze kregen geen handleiding, ze kregen meer een programmering. Mm. Weet je, ga dat doen. Maar hoe moet ik het doen? Hoe ga ik om met een kind dat nog niet op niveau
van dit boek is. Weet u, er zijn ook geen krachten getraind om die kinderen op te vangen. Dus vandaar dit congres. Dus eigenlijk vertelt hij ons van, jullie hebben een voorcongres. Jullie gaan dus dan het resultaat meenemen naar het congres van het ministerie. En jullie gaan dus dan presenteren wat jullie hier hebben gedaan. Precies. Wat we hier hebben gedaan en ook wat niet alleen wat wij hebben gedaan, maar zeker ook wat de groep leerkrachten hebben verteld. Wat hun bevindingen zijn. Ze hebben gezegd hoe ongemakkelijk het soms is om te werken. En we gaan dat meenemen naar het congres. Toch zit ik met vragen rond het onderwijs hoor, want we weten dat het syndicaat de afgelopen tijden niet stil is gebleven. Jullie hebben geprotesteerd, jullie hebben je stem laten horen over het onderwijs, over het algemeen. Waar zitten jullie nu? Waar zitten jullie wanneer het gaat om het onderwijs van Suriname? Over het algemeen hoor. Op welk gebied? Breed? Breed. Nergens eigenlijk. We zaten in onderhandelingen. Er werd ons gezegd dat we uitgenodigd zouden worden om de gesprekken te hervatten. Maar ook dat is niet gekomen. We zijn voor het laatst naar het ministerie geweest. En ook dat gesprek zou weer opgepakt worden. En het is ook niets geworden. We hebben niets meer van ze gehoord. En hoe ga je ermee om? Ik vraag me af hoe zij ermee omgaan. Want we schrijven steeds hoor. We schrijven steeds brieven om ze erop te attenderen van hey, we zijn nog in gesprek. Hoe zit het? Nodig je ons nog uit? Weet je, eigenlijk hoort het niet zo. Maar we doen het om aan te geven dat we dat we behoefte hebben aan dat gesprek. Weet je, ook over, ons honorering. We worden niet gewaardeerd. We worden... Een verhoogd dorp, over een paar dagen... Begin de school. Ja. En wij willen voor onze kinderen natuurlijk gemotiveerde leerkrachten voor de klas. Weet u? Hoe zit het daarmee? Wat voor garantie geeft u aan de samenleving? Want dat is nu belangrijk. Ik zei mijn welkomstwoord. Deze strijd kunnen we eigenlijk niet voeren met zo'n houding. Als er 11.000 leerkrachten in Suriname zijn, dan kan het niet dat we hier zitten met nog geen 50. En we moeten strijd voeren. Er zijn vakbonden het syndicaat eigenlijk als een tegenstander zien. Ik vind dat we moeten bundelen. Ja. We hoeven niet opgenomen te worden in hun bonden. Dat willen we ook niet. Maar dat we gewoon samen deze strijd aangaan. Want met zo'n houding neemt men ons niet serieus. De politiebond was laatst in onderhandeling. En ze hebben hun punt gemaakt. Er is geen minister geweest die heeft durven te zeggen tegen de politiebond. Hoe besteedt u uw geld? U moet uw geld dan beter besteden. En u dramatiseert. Weet je, dat soort stoere taal wordt niet gebezigd tegen de politie, maar wel tegen ons. Maar dat geeft de kracht aan van de politie. Juist, maar wel tegen ons, omdat wij niet kunnen bundelen. We tonen onze kracht niet. En dan ja, dan zal men dit met ons blijven doen. Maar mijn vraag heeft u nu beantwoord. Wat voor garantie geeft u aan de samenleving dat onze kinderen later gemotiveerde leerkrachten krijgen voor de klas? Ik kan de gemeenschap vertellen dat wij, we laten ons niet demotiveren, maar we zijn ook niet gemotiveerd om naar het werk te gaan onder deze omstandigheden. Wat we hebben gevraagd aan het begin van deze strijd, toen we nog verenigd waren in Wisastree alleen, hebben we gevraagd, we hebben geen geld gevraagd. We hebben ze gevraagd,
de waardebonnen, de voedingsbonnen van 5000 SRD per maand. We hebben geen geld gevraagd, want we weten al wat we kregen, er is geen geld. Maar als we je 5000 vragen, voedingsbonnen ter waarde van 5000 vragen, mm-hmm. vind ik, je kan het geven. Mm-hmm. Je kan het geven, want het is geen geld. Kijk hoe je dat subsidieert. Kijk, er zijn zeker manieren. Er is zoveel geld in het land. Het wordt vrijgemaakt voor allerlei dingen. Je merkt dat er niets gebeurt. Dus stop het in het onderwijs, stop het in de onderwijsgevende. Als we die voedingsbonnen van 5000 vragen, hebben we niet veel gevraagd. We hebben gevraagd om op ons werkplek aan te komen. Twee keer per maand een volle tank. Dat is wat we hebben gevraagd. We hebben verder gevraagd betere medische voorzieningen. Laten we het vergelijken. Laten we ons positie vergelijken met van de politieagenten. Ik heb niets tegen de politie, maar ik maak gewoon vergelijkingen. Ook bij de militairen. Die meneer kan gewoon gaan en ze gaan per gezin voor een oogmeting een bril. En ze krijgen het. Ze kunnen gewoon gaan naar de tandarts. Ongelimiteerd worden ze behandeld. Maar wij hebben dat niet, omdat wij niet daarvoor vechten. We kunnen niet strijden. Nee, ik denk meer dat de oneenigheid binnen het geheel... Precies. Die precies. maakt dat jullie niet powerful kunnen zijn. Mooi. En omdat we zo'n houding hebben, worden we slachtoffers van deze regering. Van jullie eigen. En van andere regeringen. En ja, we zijn ons eigen slachtoffers. Ja. Dat zou ik net zeggen, ja. En hoe denken jullie dat op te lossen? Nou, we gaan het weer bespreken. We gaan het weer bespreken, de voorzitter van het syndicaat. Want hij was in gesprek met de bond van RKBO lang terug. Mm-hmm. Ze had geen respons meer gehad. Ze was bezig met andere bonden. Dus nou, we kijken hoe het gaat. Jullie gaan wel voor de klas 2 oktober? Dat garanderen we niemand. Ik ben er niet klaar voor. Want u moet weten dat als het goed is, jullie weer een BTW krijgen waarbij de brandstofprijs verhoogd wordt. Tenminste de BTW op brandstofprijs gaat naar 10%. Ja, en dat niet alleen, meneer. Uh-huh. Als brandstofprijzen stijgen, dan weet u dat alles stijgt. Dan weet u wat er gebeurt. Ook ons levensonderhoud zal gaan droppen. Ook dat wordt minder. En jullie zijn het eens met de bonden van hou BTW even aan? De wet aan? Ja. Ze moeten het eigenlijk niet aanhouden. Ze moeten goede aanpassingen plegen. Ja. Goede salarisaanpassingen. Het gaat niet. En als je het gekker wil doen, regering, betaal ons marktconform. Want dat verdien jij. Ja, tot slot, wat geeft u mee? We gaan deze live uitzending beëindigen. Wat geeft u mee, mevrouw Meredith? Wat zal ik zeggen? Ik wil de leerkrachten bedanken die toch de moeite hebben genomen te komen. Mm-hmm. En ik weet niet wat de reden is waarom de anderen er niet zijn. Maar wat het ook is, mensen. Ik zal zeggen... Als het zo door blijft gaan, als het zo is dat we niet strijdvaardig kunnen zijn, dan gaan we op een gegeven moment ons strijdbeel begraven. Dat is wat ik nog te zeggen had. Hoop dat het goed komt. Ik hoop het ook. Dankjewel, mevrouw Meredith. En zo hebben wij toch wel uitgebreid gesproken met mevrouw Meredith over wat er hier gebeurt. Ze hebben een congres hier. En natuurlijk ook over de problemen binnen het onderwijs. Gerald Harderwijk, stay tuned. Straks meer nieuws op deze zender. Mede namens Kadisha en Roberto Orpskerk. Tot later.